De COVID-19-maatregelen zijn vandaag aangepast. Hoewel een groot deel hetzelfde is gebleven, zijn er toch enkele kleine aanpassingen. Zo blijkt uit een persbericht van de communicatiedienst Suriname dat het uitgaansverbod is verruimd met 3 uren naar 9 uur 's avonds. Een andere maatregel is dat met ingang van maandag 26 juli 2021 de schooldeuren van de middelbare scholen geopend zijn, uitsluitend voor het afnemen van toetsen. Samenscholing van maximaal 10 personen is toegestaan. De recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden en kansspelkantoren zijn ook opengesteld volgens de protocollen die met deze sectoren zijn afgesproken. Verder is het nog steeds toegestaan om te dineren op terrassen. Echter, alleen als de bezoekers minimaal hun eerste vaccinatieprik hebben gehad. Deze plekken blijven open tot 8 uur. Na dit tijdstip bestaat alleen de mogelijkheid om bestellingen te laten leveren. Ook zijn alle overheidskantoren open om hun diensten te leveren. Dit gebeurt volgens de vastgestelde protocollen. De standaard COVID-19-protocollen blijven van kracht en dit houdt in handen regelmatig wassen, afstand houden van minimaal 1,5 meter en een mond-neusbedekking opdoen. De huidige maatregelen gelden tot 6 augustus 2021. Trouwens, personen kunnen op diverse locaties terecht voor een vaccinatie.